Welkom bij Vastgoed TV voor de gelegenheid vanuit Salons de Notter in Zedelgem bij Brugge, waar Bicover een 50-tal topverzekeringsmakelaars bijeenbracht om te kijken wat de polissen vandaag allemaal te bieden hebben. Bij mij zit Luc de Vlaming, een kenner van de materie. Docent staat op uw naambadge. Ja. Wat doet u precies? Wel, ik ben decennia lang verzekeringsmakelaar geweest op zelfstandige basis. In augustus vorig jaar heb ik mijn eigen zaak overgelaten, waardoor ik nu kan stellen dat ik eigenlijk praktisch uitsluitend bezig ben met het dossieren van verzekering. U bent een expert ter zake. Een eerste punt waar we eens willen naar kijken is, de ene blokpolis is de andere niet. Als die op tafel komt bij syndici en mede-eigenaars, wordt er waarschijnlijk vaak gekeken naar de prijs. Maar u zegt dat is eigenlijk geen goed idee, men moet breder kijken. Ja, het is inderdaad een slecht idee van uitsluitend naar de prijs te kijken. Het is zo dat men vaak denkt dat de lagere prijzen moet equivalent zijn van dezelfde service, maar dat kan helemaal niet. In onze sector hebben wij momenteel een echt nijpend tekort aan mensen. Dus je zal begrijpen, als je op de prijs wilt beknibbelen, terwijl er eigenlijk een war of talent bestaat in de sector, dat je dan onmogelijk lagere prijzen kunt maken door bijvoorbeeld goedkoper personeel. En dan zou de kwaliteit eventueel hetzelfde zijn. Ja. En de rol van de verzekeringsmakelaar is bepalend, hè? Want dat kantoor moet niet zomaar een routineoperatie met die VME afsluiten. Dat moet goed opgevolgd worden. Ik denk dat we duidelijk kunnen stellen dat het werk van een makelaar maatwerk is. Ja. En dat je dus moet kijken naar het gebouw dat men u voorstelt, om te zien wat zijn de behoeftes en de verlangens naar deze vereniging van mede-eigenaars. En er zijn zoveel verschillende waarborguitbreidingen dat het eigenlijk wel taak is om te kijken in functie van het specifieke risico welke waarborgen dat daar kunnen gebruikt worden. Wat zijn de belangrijkste dingen die u zou bekijken? Zaken die verschillen zijn bijvoorbeeld, is er een mogelijkheid om hier de volledige herbouwwaarde van het pand te garanderen, zodanig dat elk van de individuele eigenaars zich geen zorgen meer moet maken over, ben ik eigenlijk wel voldoende verzekerd. In de vorige eeuw hebben we heel vaak gedacht dat een appartementsgebouw nooit volledig kon vernield worden. En in deze eeuw hebben we toch al een paar grondige vernielingen gezien. Ik denk aan Londen, waar we een totale brand gezien hebben. Als je dan maar voor een gedeelte zou verzekerd zijn, dan is het toch wel een ramp bovenop de ramp. Nu, niet alleen het gebouw moet goed verzekerd zijn, ook de VME als dusdanig, de verantwoordelijkheden van bepaalde mensen. Dat zijn dingen die ook vaak vergeten worden. Spijtig genoeg, de meeste tussenpersonen focussen zich op de brandverzekering. Gelukkig bij Bicover hebben ze ervoor gezorgd dat in het voorstel van de brandverzekering er tal van andere risico's ook gepresenteerd worden. Dat zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld niet meer vergeet om de aansprakelijkheid ook ter discussie te brengen. Dat je niet meer vergeet om te vragen, moet de aansprakelijkheid van de syndicus of van de commissaris van de rekening moet je niet mee opgenomen worden in de polis. Dat je niet vergeet van te vragen, zijn er hier mensen in loondienst? Dat je niet vergeet van te vragen, op welke manier zijn er hier soms nog mensen bezig met karweien? En zouden ze misschien niet gediend zijn met een ongevallenverzekering? Een sterk punt voor elke makelaar is bijvoorbeeld dat je zegt, wij hebben ook in huis een mogelijkheid om juridische conflicten te bespreken. We hebben een rechtsbijstand die u kan helpen, zelfs wanneer dat je bijvoorbeeld niet akkoord zou zijn met onze brandverzekering. Dan kan je nog altijd second opinion vragen, kan je begeleiding vragen, kan je advies vragen, kan je eventueel zelfs bij een verschil in mening over de waarborg terugvallen op een polis die je daarbij de nodige bijstand levert. En het voordeel van het Bicover profiel is dat die zaken allemaal aan bod komen in hetzelfde voorstel, waardoor het toch wel iets moeilijker wordt om ze te vergeten. Nog een laatste puntje wat ik met u wil bespreken is de renovaties. Grote werken komen eraan en dan zegt men, ja, al onze aannemers zijn verzekerd, maar jullie zeggen misschien is het beter om toch nog een totale verzekering te nemen daarvoor. Kijk, het probleem van aannemers die verzekerd zijn en architecten die verzekerd zijn en ingenieurs die verzekerd zijn en onderaannemers die verzekerd zijn, is dat dat zeer veel verschillende polissen worden, waardoor het bijzonder moeilijk wordt om te weten van welke polis kom ik in aanmerking voor een vergoeding. Is het dan niet beter dat je bij een belangrijke renovatie van het gebouw zorgt dat er een verzekering is waar je zeker van bent? Op die polis kan ik beroep doen voor een vergoeding, als het te maken heeft met de verbouwing.
Als je ziet dat er in de rechtbank soms jaren gediscussieerd wordt om te weten hoe groot is het aandeel in de fout van de aannemer, hoe groot is het aandeel in de fout van de architect, dan ben je misschien wel gelukkig met het feit dat ze allebei verzekerd zijn, maar je zal wachten tot de rechter zegt hoe dat het moet verdeeld worden en je zal even lang wachten op de vergoeding. Dat is één reden. Ze zijn verzekerd, maar je bent niet zeker of dat je in aanmerking komt. Een tweede reden is, als je vordert in aansprakelijkheid, spreken we niet over een vergoeding in nieuwwaarde. Spreken we over een vergoeding zoals dat ze wettelijk moet gebeuren, en dat wil zeggen onder aftrek van slijtage, in werkelijke waarde. Dus twee redenen om te zeggen, je doet verbouwingen, je denkt aan je eigen verzekering, je wil in nieuwwaarde verzekerd zijn, en je wil zeker zijn tot welke partij dat je kan richten voor de schade door je verbouwingen. Je wil niet en juridisch kluwen terecht geraken van al die verschillende partijen die allemaal een verschillende verzekering hebben. Vandaar het luik, alle bouwplaatsrisico's. Okay. Verzekeringen is zeker een exponent van het verder professionaliseren van het beheer van mede-eigendom. Wij gaan dat blijven volgen met onze partner Bicover op Vastgoed TV. En wij nodigen u uit om dat ook te doen op onze website www.vastgoed-tv.be.